Minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft gisteren vol trots de nieuwe Desiree Delano-Bouterse Highway geopend. Volgens Chotkan heeft Bouterse vanaf de jaren 80 visie en daadkracht getoond. De snelweg is ruim 9,5 kilometer lang. Het project heeft $60 miljoen gekost. De Johan Adolf Pengel luchthaven kan nu makkelijker bereikt worden, terwijl de Indira Gandhiweg zal worden ontzien. De bouw van de highway is begonnen in 2017. De snelweg die ligt tussen de Afobakkaweg en de John F. Kennedy Highway moet zorgen voor verdere ontwikkeling van het land. En met heel veel respect mag ik aankondigen vandaag aan u dat de nieuwe highway, boys, you ready toch? Dat deze nieuwe highway, die met zoveel daadkracht, met zoveel liefde is neergezet voor land en volk, wordt benoemd, Desiree Delano Bouterse Highway. President Desi Bouterse zei grappenderwijs dat hij niet eens is met de naam van de highway. Hij merkte op dat er een knap staaltje vakmanschap is getoond. De snelweg loopt dwars door zwamgebied, waardoor ook bouw van bruggen noodzakelijk was. Wij mogen echt trots zijn op het eindresultaat, zei de president. Deze nieuwe highway zal een belangrijke verkeersader worden voor para en omgeving en zal het toenemend verkeer van en naar de luchthaven beter laten doorstromen. 5000 hectare aan plantages is ontsloten, waaronder dat van Hannover en Mawakabo. Dit zal sociale ontwikkeling tot gevolg hebben door bijvoorbeeld de bouw van wooncentra in de omgeving van deze weg. Maar deze highway zal bijvoorbeeld ook het economisch potentieel van het gebied ontlokken. We kunnen behoren de laatste tijd lockdown en lockdown is ontlokken, openstellen. Omdat er nu directere verbindingen zijn tussen productie en markt. President Desi Bouterse gisteren bij de opening van de Desiree Delano Bouterse Highway.